het idee dat als je dan, als er alarm is en ze komen net, ja, dat kan je voorstellen dat er een aantal wel wekker van lezen kunnen. Gerben Okkinga heeft een bedrijf in Bolzert en zijn brandalarm is aansluiten op de meldkamer, want dat is verplicht. Nou heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken besloten dat dit voor squallen, bedrijven, winkels, hotels en theaters net meer hoeft. De brandwacht zal net meer aankomen op deze meldings. Als de verantwoordelijkheid van de bedrijven en van de burgers zelf. Dus dat betekent dat de bedrijven zelf maatregelen nemen. Maar dat in ook vaak, hè, want er is een BHV-organisatie, daar werk je natuurlijk gewoon meesken. En meesken moet dan gewoon zelf zien van oké, okay, wat is er onderhaan? En is er wat onderhaan, dan wordt de brandwacht bellen. Je weet er net wat het alarm aangeeft, dat het een loos alarm is. Dus het is wel te hopen dat ze dan komen. En ik ben hier zelf ook net bij het bedrijf. Dus zou je eerst 10 minuten kwartier rijden moeten. En dan kom je tot de ontdekking dat het net een loos alarm weer. Ja, dan is dat wel de eerste zonde. In Friesland binnen er jaarlijks meer dan 4000 brandmeldings. Zo'n 1800 daarvan binnen automatische meldings. Bij meer dan de helft van deze automatische alarmeringen is er helemaal niet aan de hand. Daar grutte argwaasje van vooral vrijwillige brandwachters die het op mijn nocht drukken. Ondernemers begrepen dat, maar zoeken liever oorlogsoplossings. Door een soort verzekering aan te sluiten. Wat een soort brandalarmverzekering wezen kan. Met de bedrijven een lidsbedrag bij wie spreken per maand betellen kunnen. En wij terug dit soort dingen wellicht dus oplost worden kunnen. En dat de brandwacht dus toch uitrukken kan. We voeren eigenlijk uit wat landelijk gewoon betocht wordt. Daar hebben we landelijk als brandsorganisatie om mij tocht. Daar hebben de verzintwurgen van de ondernemers ook om mij tocht. En ja, allemaal, ik denk dat meestal bleedwijzer, ook de ondernemers bleedwijzer kennen. Want dat betekent gewoon minder regels en minder verplichte aansluitingen. De brandwacht kiet nog wel op automatische brandmeldings uit zwargingstellings of bennenopvangplakken.